En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Ondernemer per 1 juli extra geld gaan rekenen. Wat vindt u daarvan? Ik koop die plastic pakken niet. Helemaal niet? Helemaal niks. Is dat heel fijn? Ja? Ja, zeker. Volslagen idioterie. Ik heb daar eigenlijk niet zoveel problemen mee. Nou, kloten. Ja. Ja. We worden gewoon uitgekleed. Ja. Alles moet je betalen. Ja. En ja, hetzelfde als... Je vakantiegeld. Waarom zou u dat fijn vinden dat u daarvoor gaat betalen? Omdat ik dit opeet en dan direct weggooi. En ik heb liever dat ik dan een apart bakje meeneem. En dat, dat ik het daar kan eten. En nu neem ik dat spontaan. Neem ik spontaan die kibbeling. Maar ik zou er graag statiegeld, of maar statiegeld, ik zou er graag wat voor betalen. Zou u die salade in de supermarkt laten staan, omdat je daar dan ook weer voor dat pakje moet betalen? Nee. U consumeert wel? Ja, we betalen gewoon voor dat bakje. Ja. Om die salade mee te nemen. Je blijft gewoon, ik bedoel, die salade wordt gehaald. Die haring die wordt gehaald. En of dat nou in een plastic zakje zit of... Ik kan niet tegen die man zeggen van, ja, ik kan ze in de hand meenemen, maar dat is dan ook niet een oplossing. Dus, als consument krijg jij gewoon opgedrongen, wij doen dat in, zoals we dat met de vleeswaren toen de tijd gezien hebben, daar krijg jij niet meer gewoon in een plastic of in een papieren zakje. Je moet gewoon dat plastic accepteren. Ja, nou, dan is het niet bij mij dat ik de vervuiler ben, maar één stap vroeger. Hè. En denkt u dat wij met z'n allen verschil gaan maken? Nee. Nee, beslist niet. Ik denk het wel. Ja? Ja, sowieso is alles duur geworden. Maar ja, de mensen blijven toch kopen, dus ja. Ik ga eerst lekker van mijn haring genieten. Ja, zou ik ook doen. Je hoopt het, maar... Ik zie het niet zo zitten, hoor. Is het dan misschien zo dat de politiek toch de producenten ontziet... en inderdaad de problemen continu bij de burger neerlegt? Ja, dat doen ze ook. Alleen maar, ze leggen het alleen maar bij de burger neer. Alles. Het is overal mee. Het is overal hetzelfde. Noem maar op, asielzoekers, noem maar op. Het komt toch allemaal op ons bordje. En zou u in bepaalde gevallen uw eigen bakje of schaaltje van huis uit meenemen? Nee. Waarom niet? Geen flauw idee. Ik heb er geen baat bij om dat te gaan doen. Of dat zou ik niet eens aan denken, denk ik. Ik denk gewoon, ik vergeet nu af en toe om een tasje zal mee naar de markt te nemen of naar de supermarkt te nemen. Misschien ga ik kort door de bocht. Ja. Maar de problemen worden wel allemaal op het bordje van de consument gelegd, hè? Ja, maar dat is altijd geweest.